voor mijn kind had ik ook zoiets van, wanneer vertel ik het hem? En ik weet nog dat ik op het punt stond om het te vertellen. En toen reed ik met hem, hij zat achter in mijn auto, hij was een jaar of 6 of zo. En we reden door zo'n straatje met allemaal prostituees. En toen zei hij, mama, hebben hoeren ook kinderen? En toen zei ik van, ja, hoeren hebben denk ik wel kinderen. Ik wil geen hoerenmoeder. En toen denk ik, oh god, ik moet het hem nooit vertellen. Ik had zoiets van, ja, je doet toch iets sociaals, hè? Want mannen hebben natuurlijk, ja, die willen vermaakt worden. Als ex-prostituee, ja, ga maar eens een baantje zoeken. Hè, je hebt een arbeidersverleden, een gat in je verleden, in je arbeidersverleden. Niemand wil je hebben als ze weten wat je hebt gedaan. Ik ging heel veel op escort en dan moest ik het allemaal maar zelf uitzoeken. En dan kwam ik toch op tijd. En ja, ik weet het niet. Je had altijd zo'n drive, had je. En dat ben ik gewoon door gaan zetten. Oh, die uit de prostitutie komen en die denken van, nou, nu wil ik er gewoon leven, nu wil ik er gewoon werken en nu wil ik rust hebben. Die gaan na een week of 6, 7 gaan ze dus zich verschrikkelijk vervelen en willen weer terug. Want je hebt elke dag, wie komt er, wat is er, je hebt spanning. Dus ga altijd iets vinden dat je die adrenaline ook kwijt kunt, want die heb je al die jaren gehad. En dat zeg ik altijd, als je eruit komt, zorg dat je ongeveer hetzelfde hebt qua spanning en qua adrenaline. Ja, ik ben dus nu al heel lang gestopt. Dus ik heb de klappen van de zweep wel gehad en ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan. Ik ben nu al bijna 25 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven. En die heeft ook dat allemaal meegemaakt met mij. Dus ook dat ik in de prostitutie zat. En ik heb hem ontmoet toen ik erin zat en hij het niet wist. Dus hij was onderwijzer in het dorp. En ik was, nou ja, de prostituee, maar dat wist hij niet. Ik had dus ook ja, allerlei bijbaantjes. Want moest je geld witwassen. En dat deed ik dus op een heel slimme manier. Want ja, hoe moet je dat geld allemaal verantwoorden? Het was toen nog geen vak. Dus ik ben al, ja, dat is de liefde van mijn leven. Dus ik geloof wel in liefde. Ik geloof dat twee mensen hun hele leven bij elkaar kunnen blijven. Maar het is geven en nemen. Hoi, ik krijg nog niet een beetje angst. Maar ja, lachen hoor. Kijk, een man is een jager. En als je hem de jacht afneemt, heb je geen man meer. Maar je moet zorgen dat hij op jou jaagt. He, dat hij op jou jaagt. Ik heb best wel een hele gezonde kijk op mannen. Ik hou ze wel in de gaten, want ik vind de mannen op het ogenblik. En ik hoor het dus ook van jonge meisjes dat ze dus eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn. Maar ik denk dat je, dat je dan bij de wortel moet beginnen. Ik zeg altijd: als je een man hebt die je heel lang wil houden. Vertel hem dan niet alles. Wees geen open boek. Maar wees een beetje geheimzinnig. Want dat vindt hij mooi. Dat je toch iets hebt waar hij niet bij kan. Als ik het over zou moeten doen. Die prostitutie had ik denk ik wel gedaan. Omdat ik het gewoon. En misschien niet zo lang. Maar ja, dat had ik wel gedaan. Omdat ik het gewoon een hele goede leerschool vind om de psyche van de man te leren kennen. Ik had mijn boeken niet kunnen schrijven als ik niet in een prostitutie had gezeten. Omdat ik daar ontzettend veel meegemaakt heb. Maar ik zou wel er direct mee naar buiten komen en zeggen, hier ben ik. Dat is het enige waar ik spijt van heb.